Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo voor de Daily Minutes met een nieuwsupdate voor vandaag 26 mei 2016. Dit is het bulletin van donderdag. De stratosfeerballon in Recklinghausen, waar we het gisteren over hadden, is een half uur later dan gepland vanochtend gelanceerd. Dus eigenlijk tijdens het begin van de Daily Minutes van donderdagochtend. Ik had het APRS-scherm opstaan, maar ik kon niet steeds kijken. Ik heb een maximale hoogte gezien van ruim 35 kilometer. En tussen 1 en half 2 kwam de ballon niet zo heel ver, een kilometer of 20 noordoostelijk bij de lanceerplek vandaan weer neer. Het hele project van de ballon wekte mijn nieuwsgierigheid vanwege de SSDV-beelden. Niet TV, maar DVL, digitale slow scan TV. Ik ben er eens naar gaan zoeken en het blijkt dat deze beelden te ontvangen zijn met een aangepaste versie van FL Digi. Het zou kunnen dat ik de komende tijd in plaats van de huidige SSTV-beelden ook een paar keer met SSDV-beelden in de lucht kom. Het systeem van het uitzenden van SSDV-beelden is speciaal voor dit soort ballons ontworpen. Golf Kilo 3 Lima Oscar Hotel is erin geslaagd om op 144,175 MHz de Atlantische Oceaan te overbruggen. Zijn signaal vanuit Cornwall in de UK werd ontvangen door Victor Oscar 1 Foxtrot November aan de andere kant van de plas in Canada. Hij gebruikte voor het signaal als passieve repeater de reflectie van het International Space Station. Verbindingen via het ISS en andere objecten in de ruimte worden vaker gemaakt. Deze verbinding over bijna 3500 kilometer is in elk geval een hele mooie. Op de Hemvention van afgelopen weekend was ook het bedrijf Tentec aanwezig en de nieuwe eigenaar van Tentec, eindtrapfabrikant Dishtronics. Binnenkort zal het bedrijf weer dingen uitleveren, onder andere het paradepaardje van het bedrijf zal in een nieuwe behuizing verschijnen. Reden dat de Rebel en de Patriot SDR-apparaten momenteel niet geleverd worden, was omdat er een nieuwe versie was gekomen van de in beide transceivers gebruikte Arduino. Dit probleem zou volgens Dishtronics-eigenaar Steven Dishop, N8WFF, binnenkort verholpen zijn en dan worden de apparaten weer uitgeleverd. Belangrijke reden om het bedrijf te kopen was volgens Dishop de superieure DSP-techniek die Tentec in huis heeft. De ervaring en de voorsprong die Tentec daarmee heeft is niet zomaar 1, 2, 3 te evenaren. Deel 22 van de serie over antennes gaat verder over het zelf maken van antennes. Eén aspect van holtes in antennes die zich kunnen vullen met water heb ik nog niet genoemd. Als bijvoorbeeld de aluminium buis van een antenne onderaan dicht is en het water kan niet weg, dan kan dat een groot probleem zijn. Als namelijk het water in zo'n buis gaat bevriezen, dan zet dat uit, net als het ijs dat ontstaat. De krachten die daarbij een rol spelen zijn veel groter dan een metalen buis kan weerstaan en de kans is dan ook groot dat de antenne daarbij scheurt en mogelijk later knakt. Ook hier helpt het aanbrengen van een klein ontwateringsgaatje. Pas daarbij op dat zo'n gaatje niet zo groot is dat het de stevigheid van de antenne ondermijnt, want dan is het middel erger dan de kwaal. In de eerste aflevering van deze serie over antennes heb ik al vermeld dat ik een aantal voorkeuren heb bij antennes. Andere amateurs hebben op basis van hun eigen ervaring mogelijk andere voorkeuren. En dat is ook goed. Door een verschillende aanpak is de kans het grootst dat je leuke dingen maakt. Bedenk dus dat ik in deze serie wat meer rekening houd met mijn eigen voorkeuren. En dat wat ik vertel beslist niet de enige weg is die naar een goede antenne leidt. Dat ik waarschijnlijk wat meer aandacht heb voor mijn eigen voorkeuren heeft ook een praktische reden. Ik heb vooral ervaring met antennes die ik volgens die eigen voorkeuren heb gemaakt. Mijn belangrijkste voorkeur is dat ik antennes liefst zo eenvoudig mogelijk maak. De reden is simpel, je hebt in dat geval zonder eraan te meten de minste blunders die de werking van de antenne soms flink kunnen benadelen. Een van de antennevormen die ik heel graag gebruik is een open dipool. Ik gebruik daarbij liefst geen balloon, want ik heb ooit wel eens het verkeerde ringmateriaal geleverd gekregen. Die bleek achteraf van een ander merk dan het gewenste merk en die hadden een eigen kleurcodering. Vervolg was dat de antenne het midden hield tussen een dummyload en het gewenste resultaat. Ik heb echt van alles geprobeerd om het goed te krijgen. De antenne verplaatsen, afmetingen veranderen, etc. voordat ik erachter was. Je moet bij het gebruik van een dipool zonder balloon verder wel iets tegen de mantelstromen doen. En daarvoor gebruik ik doorgaans een mantelstroomfilter. Vaak door een stuk van de aangesloten coax op een rolletje te binden, met name op 70 MHz en lager, zal de extra lengte coax door die spoel niet heel veel extra demping geven. Het liefst gebruik ik bij dipolen dan ook nog de inverted V variant. Dat is een variant van de open dipool die ook nog eens keurig 50 ohm is. Zoals ook al eerder gezegd, de inverted V is inverted omdat bij de punt van de V de stroom het grootst is en daarmee ook het magnetisch veld. En dat magnetisch veld is wat je nodig hebt voor verbinding over een afstandje, zodat je die zo hoog mogelijk wilt uitstralen. En vandaar staat de punt omhoog. Inverted V's met zo'n mantelstroomfilter heb ik zelf gebruikt voor de hogere korte golfbanden vanaf 20 meter en enkele keer ook voor 40 meter, maar mijn ruimte voor antennes is doorgaans redelijk beperkt. Ik heb zo'n antenne ook voor 70 MHz gebruikt, in dat geval zijwaarts met de punt tegen de glasfibermast aangemonteerd en ook weer met een rolletje coax als mantelstroomfilter.
Een dergelijke antenne is grotendeels verticaal gepolariseerd, maar heeft in de zijwaartse richtingen ook nog enig horizontaal veld. Handig voor de tegenstations op 70 MHz die met een horizontaal gepolariseerde antenne werken. Op 4 meter werkt die antenne echt heel goed. Het ontwerp met kroonsteentjes en laststaven gemaakt, dat ik zowel lager opgesteld als 22 meter boven straatniveau gebruikt heb, is te vinden op p0ete.nl. Het is een antenne die exclusief coax minder dan hooguit 4 euro aan onderdelen kost. Daily Minutes zijn dagelijks om 1900 uur te beluisteren op PI2NOS en 's ochtends om 10:30. Aanvullende informatie bij de uitzendingen is te vinden op www.pa0ete.nl. Mail verder gerust je tips, commentaar en desnoods prietpraat naar x-xdv.me. Maak jij wel eens taalfouten? Niet zoveel. Ik zeg wel eens voor je eigen. Wat vond je dan van Remco, die over dat eigen wat te zeggen had? Ik vind gewoon dat hem zich er niet mee moet bemoeien. Nee, Hulli, praat maar. Ja, dat ken eigenlijk gewoon niet. Volgens mij kun je ze het best gewoon in hun smet laten gaarsporen. Inderdaad, je kunt zoiets het best laten leggen.